Nou, als ik een stuk opnieuw ga leren en ik ken het nog niet, dat kan hè, een willekeurig stuk zijn. Dat hoeft niet Bach te zijn. Voor iedereen is wel eens een stuk nieuw. Dan ga ik meestal zelf, wat voor mij heel goed werkt, is luisteren naar een opname. Om een idee te krijgen, om een beeld te krijgen. Met de muziek erbij, dat ik weet ongeveer wat het verhaal is. Ik ga misschien ook even kijken naar de periode waaruit het komt. Ik lees er wat over. Vaak zit er een heel mooi of een heel tragisch verhaal achter. Dat helpt ook om de juiste sfeer te krijgen. En ja, meestal is het bij mij zo dat ik, als het veel muziek is en ik heb vaak niet heel veel tijd, dan ga ik er doorheen, blaadjes omslaan, kijken. Oh, moeilijke plek daar. Oké, kruisje erbij. Nog een moeilijke plek. Ga ik eerst de moeilijke plekken studeren en dan ga ik het gewoon een keer doorspelen. Gewoon langzaam. Enzovoort. En gewoon en veel herhalen. En ik denk dat dat belangrijk is dat je ook zeker als je niet beroeps bent, maar echt in de waarste zin van het woord een muziekliefhebber, een amateur, dat je toch elke dag even dat moment vindt. Dat je je instrumenten bijpakt en het ook ziet als een soort, misschien als een soort meditatie of zo, maar dat je gewoon even je bezighoudt ermee. Er is een mooi Russisch woord voor, dat heet zanimatsa. Dat betekent studeren, maar het betekent ook je bezighouden met. Als je dat niet doet, raak je je spiersouplesse kwijt en je vergeet het snel. En dat kan heel frustrerend zijn. Dus ik denk, gewoon regelmatig kleine stukjes doen en ja, dan gaat het heel makkelijk eigenlijk.